Je maakt al je hele leven muziek, hè? Ja, heel mijn leven. In Middelburgse formaties? Of zijn het... Nee, die kwamen overal vandaan. Ja. Ja, ja, ja. En want tegenwoordig speel je ook vaak in België? Of nog steeds? Dat doe je eigenlijk al heel lang. Ja, nu niet meer. Nu even met die coronatijd is het even... Ja, andere kop, ik in die 15 jaar heb ik ontzettend veel in België gespeeld ook. Ja. Ja, nou ja, dat is goed. En ik zie weer de dubbele sessie, want je speelt van piano... Ja, je speelt eigenlijk alles, toch? Ja, ja, ik speel alles. Nou, speel maar eens even van je favoriete nummers, wat je graag speelt. Ja, dat kan ook. Saxofoontjes, hè? Ja, weet je. En dan kan ik. Ja, hier zit alles op en aan, hoor. Ja, wat? Ja, maar ik vraag me dan meteen af van waarom heb je er twee, maar de ene die maakt gewoon. Hier zit allemaal geluiden in, andere instrumenten in. Ja. Saxofoon, xylofoon, Hawaii, gitaar, alles zit er. Maar ik vind sowieso wel als ik die onderste zie, want het is een synthesizer toch gewoon? Of, noem ja, dat is een workstation. Kijk, ja, daar gaan we al, ja. Dat is een workstation, professional workstation. Ja, maar ik zie ook zoveel knopjes en heel computerscherm erin. Ja, dat kan je allemaal registreren, hè? Ja. Maar je speelde nu toch echt zelf, hè? En, ik speel, het is niks automatisch. Nee, maar je speelde nu ook een stukje Vera Lynn. En dat zei je net al. Jij speelt dus heel veel evergreens en nummers uit de oorlog. Ja, ja. Maar wat voor genre is het dan? Want jij noemt het evergreens, maar het kan echt van blues tot jazz. My Way, alles jazz. Ja. Nee, jazz ook een...